Goedemiddag. Daar gaan we even aan het klooien met een voorwielager. Ouderwetse manier. Gaan we eerst de boel even schoonmaken. Shit, ik heb te weinig licht. Nou, daar begin ik wel mee. Die tang wordt het niet. Dan moet ik even een andere tang pakken. Die tang blijk ik niet te hebben, dus ik moet het maar met deze tang regelen. God. Ja toch, nou wil die er wel uit. Nou. Wat ik doe is alleen maar schoonmaken op dit moment. Goh, barst in de kop aan. Nou, zal wel. Hoppakee. Oh, maar dat knapt er wel een stuk beter van op. Nou. Even kijken. Welkom op mijn YouTube kanaal trouwens. Kijk. Ik heb dus een wielager gekocht, een nieuwe, voor de Golf. En er zitten automatisch twee fijne pennen bij, dus die moeten er ook nog in. Maar ik wil eerst even een klein beetje de zaken ingevet hebben, want ze hebben daar vet voor meegeleverd. Oeh, blauw vet. En eigenlijk wat ik hiermee wil is... het monteren vergemakkelijken en roest voorkomen dat het ook weer los kan. Lijkt wel tandenpasta, maar dan anders. Nou, klein beetje die ring invetten. Oh, lekker. Oh, dat gaat niet goed. Maar... hij zit. Even schoonmaken het randje. Zo, nou komt het vervelende werk. Zo'n lage bus moet erin geperst worden. Dat gaat niet heel makkelijk. Althans, daar ga ik vanuit. Met de hand lukt dat natuurlijk niet. We gaan hem er ook niet inrammen. Nee, je ziet al, het zit alleen maar met de hand even een klein beetje. Dus. Nou, gaan we kijken of het gaat lukken. Ik heb op de draaibank gewoon een dom hulpmiddel gemaakt. Heel dom hulpmiddel. Dommer dan dom. Ja,
draad en. Nou, dat lager kan best wel wat hebben. Dus we gaan eens even kijken of we hem op zijn plek kunnen tikken. Nou, natuurlijk niet. Dan gaan we een andere tegenhouden. Ik voel dat hij aan gaat zitten. Dat houdt in dat hij tegen de achterste simmering aan zit. Dus dat hebben we te pakken. Ah, pijn in mijn kop. Zo. Ja, dit is een stuk stom ijzer. Vul ijzer. Af en toe moet je maar wat bedenken en doen. Soms heb je het wel op voorraad, soms niet. Nou, ik had het nu even niet. Dan gaat het nieuwe sierclip aan de voorkant erin. En als het goed is. En die zit ook al op zijn plekje. Yes. Nou, dat vetten we dan ook weer in. En zeker omdat ik buiten aan het werk ben, is het al heel erg lastig. Vooral die rand. Niet om te smeren, maar om het water weg te houden. Zo, hoppakee. En ook aan de andere kant doen we dat eventjes. Oh, zo lekker. Oh jongens. Nou, dat liep wel wat. Dan kan ik eigenlijk de as erin zetten, maar ik kijk er. Die as die zou wel fijn zijn als die er nou in ging. Of dat lukt weet ik niet, 1, 2, 3. Misschien wel dat dat kan. Ga jij eens even bij grootmoeder op vakantie. Daar dus. Misschien dat ik die as er meteen wel in kan zetten. En waarom doe ik die as er nu in zetten? Dat maakt ook niet uit. Wat ik jullie wou laten zien, dat kan ik nu ook in orde maken. Eens even wezen. We hebben nog wat vettigheid. Vettigheid. Vooruit met de vettigheid. Daar moeten namelijk nog drie boutjes in voor de rembeschermplaat. En die heb ik lekker nieuw besteld. Zo. Ja, het is niet nieuw meer in al die jaren. Dus deze remplaat die kwam er vanaf. Nou, je ziet al dat hij behoorlijk doorgerot is. En hij heeft op een klappen gehad blijkbaar. Dus gooi die aan de kant. En dan pakken wij, dacht ik, uit de auto een nieuwe plaat. Oeh. Tadaa! O, zo mooi! Zo mooi! Zo mooi! En als het goed is, nou, dat vind ik niet goed. Dat is niet goed. Maar die boutjes zijn net iets langer. En ik heb gecontroleerd dat het moet kunnen. Maar het schroefdraad is niet helemaal fris. Dus dan moeten we dat eerst maar eens eventjes opknappen. Nou.
zo zat het niet. Grappig is dat, hè? Even naar de andere kant kijken en het schroefdraad even uitkuisen. Even naar de andere kant kijken. Ja, weet hoe het zit. Oké. Okay. Ja, sorry hoor, jullie weten, de filmpjes die ik maak, monteer ik totaal niks aan. Valt erop, zoals het is genomen. Schroefdraadje tappen. Ja, dat wist ik. Daar zit een eind aan. Beetje vettig uit. Zo. Nou, gaan we het opnieuw proberen. Die plaatjes die waren niet zo duur gelukkig. En het oogt gelijk weer een stuk beter. Zet het vast met nieuwe inbusboutjes. Jezus. Het zit voor geen meter. Dan voel ik wel dat die ringen gezet zijn, dat ziet er wel netjes uit. Dan moet hij er zo achterlangs gemonteerd worden. En de remschijf moet er straks overheen. Dat is trouwens een goeie. Dat ben ik helemaal vergeten. We hebben nu het naaldlager op zijn plek, of het naaldlager, het folielager op zijn plek zitten. Deze zijn ook gevormd, zie ik. Dat kan weg. We moeten dus nog de wielhubs erin hebben of iets dergelijks, hoe heet die kringen. Ga ik er eens even bij pakken, gaan we eens even uitzoeken hoe we dat nou weer oplossen. Zijn deze dingen, die moeten hier nog weer in. Nou, we kunnen dat domweg erin persen. Daar heb ik dus natuurlijk hetzelfde hulpmiddel voor. Maar we moeten wel kijken dat het lager heel blijft. Als je het verkeerd doet, je moet hem nou niet op het huis pakken, maar op het binnenlager. Zodat je hem drukkend hebt tegen elkaar aan. Maar mijn vet is op, denk ik. Oh, dat redden we wel. Oh ja, dat redden we wel. Zo achterlijk veel vet hoeft hier ook niet op. Dit had ik allemaal al mooi schoongemaakt in de draaibank. Dus daar had ik al mijn plezier mee. En ook nu weer heb ik hulpmiddeltjes. Want deze bus die past mooi achter in het lager. Dus die past daar mooi op. Nou, dat gaat prima. Deze bus past hier wel weer op. En die past daar weer mooi in. Dus ik denk dat ik het wel voor elkaar ga. Oh. Nou, dat gaat makkelijker dan verwacht. Eens even kijken.
verkeerd, hè? Nou, dat voelt al goed aan. Hij draait soepel. Denk eraan, als je dit verkeerd doet en je moet de boel weer uit elkaar halen, gaat lager gespoord. Oh, dat zit wel. Wow. Zo. Voelt goed aan. Lekker. Lekker. Ging eigenlijk boven verwachting makkelijk. Zo. Ik weet niet wat ik met die andere lagen zat, maar dit voelt super. Ja, die remschijf laat ik nog maar even liggen in de auto. Die remklauw kan er eigenlijk wel, ik denk dat ik er toch maar even op zet. Klein beetje vettigheid halen. Super, super. Ja, het hoeft niet heel veel te zijn. Maar ja, ik wil een beetje het roest voorkomen dat het loskomt. En ik ben eigenlijk fel tegen kopervet, want je krijgt er na afloop stukken zwarte handen van. En dat wil ik helemaal niet. Dus ik vind het nog smerige zooi ook. Maar ja, die remschijf monteren. Als het goed is, heb ik die gaatjes weer uitgeboord. Eentje was kapot, dus dan werkt het niet. Wat verdorie. Zo. Super. Ja, daar blijft ruimte zitten, dat klopt. Super. Natuurlijk weer een op de rem getrapt. Nou ja, nou, ik kan wel makkelijk terug duwen. Dat gaat wel. Oh shit, even mee werken zat. En op de ene hand niet past dat nou net niet. Dat is wat vreemd. Maar met verkrachte eenden krijg je ook nog wel eens wat voor elkaar. Zo, luisteren naar de bas. Cool. Nou, dat zit voor geen meter, dat zie je ook wel. Dan gaan we eventjes wat boutjes. Geloof het of geloof het niet, de hele remmenzooi zit aan twee boutjes. Ik ga even het stuur draaien, want dat is helemaal niet makkelijk zo.
eventjes. Ik snap alleen niet waarom dat zo slecht zit. Geeft niet een goed gevoel nu. Ja, die, oh, hij kan nog. Aan. Geen idee. Alles zit er onder het vet, maar dat is elke keer bij deze auto. Maten dit 16. Hey. Hey. Wat kunnen we? Ja hoor, hier zit de nieuwe lager er al in. Oké. Zo. Hallo. Er zit muur vast. Slecht teken. Ik heb geen idee wat daar de oorzaak van is. Shit. Even de rubber op zijn plek terugzetten. Grotere hamer nemen. Oh, ik heb hier nog een stuk ijzer. Nou, toch een meter. Vreemd. Hij zou verder naar binnen moeten. Nou, dat kan nog steeds. Even kijken of we hem verder op kunnen spannen. Ik heb geen idee. Misschien is het toch nog niet helemaal goed gezet. Nieuw kijken wat hij doet.
Nou, eruit is soepel. Dat is niet wat ik wil zien. Vreemd. Waarom doet hij dit? Zit hij er tegenaan? Oh, ik heb het al. Basisfout nummer 1. Hij zit hier tegenaan. Dus we draaien deze om. Even kijken of we geen schade maken. Ik vond dat we gek gaan. En ik heb een krom aan een schuif. Kut. Jammer. Remschijf verneuk. Niks aan te doen. We bestellen alweer een nieuwe. Een camera gedraaid? Ja. Soms maak je fouten. Makkelijk zat. Ja, je bent ook een mens. Jo hoor. Je ligt er ook niet wakker van. Als je het maar niet te haastig doet. En nou draait hij wel vrij. Moet ik even in de gaten houden. Nou, kijk wat hij doet. Nou, misschien liep hij ergens anders tegenaan. Het is allemaal maar behelpen met gereedschap wat je zelf moet maken. Zo. Ja, ik sta gewoon aan. Jullie staan er ook op. Mooi. Nou, ik ga wel kijken hoe het lukt. Ja, je test. Ik denk je dicht. Wat even. Zo. Nou, bedankt voor het kijken. Top. Groetjes. Dag. Oma, loop ook even door beeld. Kan makkelijk. YouTube beeld. Nou. Sorry, ja, probeer het maar aan te halen. Nee, ik doe helemaal niks met de hoed zo. Mazzel.